Vandaag een antwoord op de vraag van Pim. Pim heeft jarenlang met best wel wat kilo's overgewicht gekampt. En in die jaren had hij ook heel veel maagklachten. Maagzuurklachten met name. Toen hij zijn overgewicht geleidelijk is gaan verliezen, want daar heeft hij flink aan gewerkt, merkte hij dat zijn maagklachten afnamen en inmiddels heeft hij een gezond gewicht bereikt en zijn zijn maagklachten afwezig. Hij heeft dus steeds een verband vermoed tussen zijn overgewicht, de hoge druk die dat zware lijf met zich meebrengt op onder andere je maag en zijn maagklachten, want het was, leek een heel duidelijk verband. Toen hij overgewicht had, had hij die maagklachten. Toen hij dat overgewicht was verloren, waren de maagklachten als sneeuw voor de zon weggevaagd. Alleen, hij komt nu op dit vermoeden, dit verband, komt hij terug, want wat merkt Pim? Zonder dat hij ten tijde van de coronacrisis opeens heel anders is gaan leven en aan is gaan komen of dat soort dingen. Zonder dat hij inmiddels weer overgewicht heeft ontwikkeld of iets dergelijks, merkt Pim dat zijn maagklachten terugkomen sinds de coronacrisis. En de vraag van Pim is, hoe kan het dat ondanks dat ik niet ben aangekomen of iets dergelijks, ik nu met mijn gezonde gewicht opeens de klachten ervaar van mijn maag die ik eerder enkel ervoer toen ik een flink zwaar lijf had en een hoge druk daardoor steeds op mijn maag had. Hoe kan dat? Nou, Pim. Je kunt maagklachten gaan krijgen op het moment dat er ondanks dat jouw lijf niet zwaar is en de vetten aanwezig in jouw lijf, de samenstelling van jouw lijf een hoge druk geeft op jouw maag, wanneer toch jouw maag, de spieren aanwezig in jouw maagwand, inclusief een sluitspier onderaan jouw maag, maar ook een klepje wat jouw maag aan de bovenkant doet afsluiten, wanneer de druk daarop, de spanning daarop, niet optimaal is. Hoe zit het? Het menselijk lijf is altijd gericht op overleving. En het overleven hangt samen met het bewaken van een zo ideaal mogelijke bloedsamenstelling. Een zo ideaal mogelijke bloedsuikerspiegel, een zo ideaal mogelijke bloeddruk, een zo ideaal mogelijk vochtgehalte in de bloedbaan, zuurtegraad en hoeveelheid opgeloste stoffen. Op het moment dat jouw lichaam moeite heeft die ideale bloedsamenstelling te bewaken, ja, dan gaat jouw lichaam bezig met overleven en zo goed mogelijk die ideale bloedsamenstelling bewaken. En op dat moment dat jouw lichaam bezig is met overleving en het zo goed mogelijk, als maar mogelijk is, die ideale bloedsamenstelling bewaken, dan verloopt de vocht- en voedingsstoffenverdeling over de weefsels van jouw lijf, inclusief jouw maagwandweefsel, niet zo goed. Met als gevolg dat er in tijden van de overleving een vocht- en voedingsstoffentekort in weefsels zoals jouw maagwandweefsel kan ontstaan. En vanuit het vocht- en voedingsstoffentekort een hoge spanning, hoge druk, op jouw maagwandspieren, inclusief die sluitspier onderaan jouw maag en dat klepje wat jouw maag bovenaan moet afsluiten, kan komen te staan. En als gevolg van het vocht- en voedingsstoffentekort kan ook de regulatie van de afgifte van sappen, afkomstig uit kliercellen in jouw maagwand, niet zo goed verlopen. Met als gevolg dat de maagzuurafgifte niet zo goed als anders, niet zo goed gereguleerd kan worden als anders en niet zo goed plaats kan vinden, maar ook de afgifte van slijmstoffen door de slijmproducerende cellen aanwezig in je maagwand niet zo goed kan plaatsvinden. Met als gevolg dat het maagslijmvlies, wat jouw maagwandcellen moet beschermen tegen irritatie, af kan takelen.
In tijden van overleving, in tijden van slechte aanvoer van vocht en voedingsstoffen naar weefsels zoals jouw maag, want in tijden van die hoge spanning en hoge druk op jouw maag. Dus zonder dat jij overgewicht hebt ontwikkeld, kan er toch een hoge druk, hoge spanning op jouw maag komen te staan met vergelijkbare klachten als een hoge druk die kan ontstaan als gevolg van overgewicht. Dat is kennelijk nu aan de orde. En wanneer heeft jouw lichaam moeite met die ideale bloedsamenstelling bewaken, meer dan anders, en dus ook de vocht- en voedingsstoffenverdeling over het lijf en kunnen dit soort klachten ontstaan? Dat is in tijden van stress. Aangezien jij niet bent aangekomen, maar wel de gevolgen van een hoge spanning op jouw maag en een slechte bescherming van jouw maagwand, een irritatie van het, en een slechte verslechtering van de conditie van het maagslijmvlies, dat soort klachten ervaart, vermoed ik dat, omdat je dit opmerkt sinds de coronacrisis, Pim, dat jij wat meer stress ten opzichte van anders ervaart sinds de coronacrisis. En nu is dus die klachtenpatroon het gevolg van die stress en de uitputting van jouw lijf en de daaruit ontstaande hoge druk op jouw maagwandspieren, in plaats van eerder de uitputting van jouw lijf door jouw zwaarlijvigheid en daardoor een slechte aanvoer van voedingsstoffen naar jouw maag en een hoge druk op jouw maag. Dus het gevolg is hetzelfde, maar het heeft een wat andere oorzaak. Dat ligt er vermoedelijk aan ten grondslag, Pim. Dat jij wat meer stress ten opzichte van eerder ervaart sinds de coronacrisis aan de orde is.